Wanneer kun jij politicus worden? Even een vraag aan het publiek. Zijn er mensen die overwegen om politicus te worden? Zie daar een vinger. Daar nog een paar. Nou, stel je voor dat je Tweede Kamerlid wil worden. Hoe pak je dat aan? Het gaat voornamelijk om passie voor de politiek en niet zozeer om jouw opleiding. Als je kijkt naar de huidige Tweede Kamer, dan zie je dat het grootste gedeelte hoog opgeleid is. Maar 5 van de 150 Tweede Kamerleden hebben geen hbo of universitaire opleiding. Hoe vind je dan zo'n baan? Nou, er worden gewoon profielschetsen gemaakt per partij. Bij D66 is het bijvoorbeeld belangrijk dat je maatschappelijk betrokken bent. En de VVD vindt het belangrijk dat je kunt relativeren en dat je een hoog energieniveau hebt. Nou, heb je dat niet, ga dan vooral niet solliciteren bij de VVD. Dan schrijf je een brief. En als het allemaal goed gaat, dan mag je op gesprek komen. En dan komt de vraag, zitten er nog lijken in de kast? En dan is het belangrijk, wees eerlijk. Zeg eerlijk als je een keer bent aangehouden omdat je te veel op had. Dat soort dingen mag je niet dan achterhouden. En het hoeft niet het einde te betekenen van je kandidatuur. Het kan nog steeds goed gaan. Nou, stel je komt op de kandidatenlijst, het gaat hartstikke goed met de verkiezingen. En je komt uiteindelijk in de Kamer. Dan is er nog één obstakel. Je moet even een uittreksel meenemen uit het persoonsregister, waaruit blijkt dat je de Nederlandse nationaliteit bezit, 18 jaar of ouder bent en dat je niet uit het stemrecht bent gezet. En daarnaast geef je een lijst met alle openbaar beklede ambten. Glanzende toekomst ligt voor je, zou je denken, maar ook dan kan het nog misgaan. Dat zie je vooral, dat blijkt uit onderzoek bij nieuwe politieke partijen. Daar is een gebrek aan mankracht en ervaring bij de screening vaak. En dan kan het misgaan. En we zagen dat bijvoorbeeld in 2010 bij de PVV. Daar waren al mensen die moesten van de lijst af worden geserveerd nog voor de verkiezingen. En er waren ook na de verkiezingen een aantal incidenten. Misschien kennen jullie ze nog wel. Erik Lucas. Die werd ervan beticht dat hij bij zijn buren, hij had ruzie daarmee, in de brievenbus zou willen gaan plassen. Nou, dat is niet zo mooi als je zo bekend komt te staan. En dan hadden we nog James Sharp. Hij werd voor oplichting was hij veroordeeld. En daarnaast was het zo dat hij in de tijd als topatleet iemand met spikes had bewerkt. En minister of staatssecretaris, als je dat nou zou ambiëren, hoe doe je dat dan? Kun je daar ook voor solliciteren? Nee, dat is niet het geval. Daar moet je echt voor gevraagd worden. Als je daarvoor gevraagd wordt, dan komt er ook een onderzoek uiteindelijk door de AIVD. Dat is slechts een check in de archieven, dus dat is niet zo'n uitgebreid veiligheidsonderzoek, wat soms weken of maanden duurt, wat je wel zou verwachten. Dan wordt gekeken of iemand netjes zijn belasting heeft betaald, wordt er een justitieel antecedentenonderzoek gedaan en wordt er gepraat over nevenfuncties en het afstoten van zakelijke belangen. En ook bij staatssecretarissen of ministers kan het fout gaan. Kent voorbeeld uit 2002 was staatssecretaris Philomena Bijlhout van de LPF. Zij was slechts 7 uur in functie en toen moest zij al vertrekken. Heel treurig. Zij bleek tijdens de decembermoorden in Suriname in 1982 lid te zijn geweest van de volksmilitie, onder leiding van legerleider Boutersen. En toen dat uitkwam, ja, toen moest ze gaan. Zij had daarover gelogen. En zij nam daarmee de dubieuze titel van kortzittende bewindspersoon over van Charles Sweetert, die in 1982 slechts 3 dagen staatssecretaris was van Defensie. Hoe kwam dat? Hij had gelogen over een universitaire titel. Die had hij niet. En daarnaast had hij gezegd dat hij luitenant was geweest. Dat is niet heel handig als je staatssecretaris bent van Defensie. En dat blijkt niet te kloppen. Dus ook hij moest gaan. Terug naar de vraag. Nu weet je wat je wel en niet moet doen om de politiek in te komen. En als minister of staatssecretaris gaat het niet om jou als persoon alleen. Het is natuurlijk een hele puzzel om een kabinet te vormen.